Zwollenaar Edgar Mulder loopt alweer een tijdje mee in de provincie. Sinds 4 jaar is hij statenlid voor de PVV. Geen idee wie dat is. Vrolijk gezicht. Ik denk dat het een grappig Ik kreeg gelijk de indruk van de boy niks door. Hopie-dopie hoor. Ja. Goed volk. Mulder is nu voor de 2e keer lijsttrekker. Hij geniet van het leven, lijkt het op. Ja, dat ook. Welkom. Dank je. Ik heb een vraag, Edgar. Jullie zijn voor natuurgebieden. Dat vinden jullie heel belangrijk. Toch? Natuur is altijd belangrijk, maar voor ons is werkgelegenheid belangrijker dan natuur. Ja, maar hoe willen jullie die natuurgebieden in stand houden zonder subsidie? Dus jullie zijn tegen subsidie. Ja, maar om te beginnen al willen we eigenlijk sowieso geen subsidies uitgeven. En natuurgebieden kunnen beheerd worden zoals het altijd hier gegaan is in Twente en Overijssel, door boeren. Daar hebben we helemaal geen instituten of organisaties voor nodig. Het grootste gedeelte van de natuur kan gewoon door boeren en vrijwilligers beheerd worden. Gratis geld maakt lui. Dus we willen best bepaalde activiteiten ondersteunen, maar dan eerder door middel van leningen dan door subsidies. Recht op mobiliteit voor de inwoners van Overijssel. Wij willen graag dat iedereen een auto heeft en van A naar B kan rijden. En het liefst zo snel mogelijk over heel mooi asfalt. Daar zijn we eigenlijk heel erg voor, klopt. Ja. Nou, dan hebben we toch een tegenstrijd. Maar dat bedoelde jij niet. Nee. Vraag, vertel. Ik ben van mening dat iedere inwoner van Overijssel recht heeft op mobiliteit. En dan met name op het gebruik van openbaar vervoer. Ja, het is ook denk ik niet zo dat we heel graag willen bezuinigen. Om te beginnen vinden wij het belangrijk dat mensen zelf met een eigen auto over hele goede wegen kunnen rijden. Ja, maar we staan op die hele goede wegen staan we met z'n allen in de file omdat we het openbaar vervoer weggesaneerd hebben. Want als er dadelijk geen bus meer rijdt, dan wordt die N35 nog voller als dat die nu al is. Reis je zelf nog wel eens met openbaar vervoer? Nee, moet ik eerlijk zeggen, heel erg weinig. Ik vind het ook prettiger trouwens, moet ik zeggen, dan in het openbaar vervoer. Ik hou er gewoon van dat je je radiootje hebt en zelf de temperatuur kunt bepalen. Ik vind het een gladjakker, sorry dat ik het zo benoem. Nee, het is absoluut niet mijn stijl van politiek voeren. Hij betovert. Gewoon de manier van praten, hoe hij dat doet. Echt, het gaat heerlijk. Gewoon dat popiopie, nee. Ik kom even op voor de ouderenwerkloosheid. Want de 50 en de 45-plussers hebben het in Overijssel ook heel zwaar. Ja. Er wordt van alles geroepen door alle politieke partijen. Ja, maar daar willen we wat aan doen. Daar gaan we wat aan doen. Wat doet de PVV? Beste manier om te zorgen dat het beter gaat met de werkgelegenheid. Dat bestaat uit 2 delen. Ten eerste moet je zorgen, het spijt me voor jou, maar voor betere infrastructuur. Dus er moeten goede verbindingen zijn. En ten tweede moet je de belastingen verlagen. Dat is even een zijweg van de ouderen. Ja. Maar het is wel zo dat als je bijvoorbeeld in Twente hebben we belachelijk hoge werkloosheidscijfers. En als je er nou voor zorgt dat je binnen een half uur ook vanuit Zwolle in Twente bent, dan zul je zien dat daar ook meer werkgelegenheid komt en dat daardoor ook ouderen aan het werk kunnen. En die belastingverlaging, waar ga je die van betalen, Edgar? Ik heb het idee dat ze in Overijssel van het college af en toe op zoek zijn naar problemen bij het geld dat ze hebben. Ze hebben gewoon te veel geld. En daarom doen ze van die rare dingen. Men investeert in verkeerde zaken. Nou ja, ze geven heel veel geld aan milieugekkies, aan groenkabouters. En wij als PVV willen dat er dat geld wordt ingezet om 20% meer werkgelegenheid te regelen. En niet om 20% meer duurzame energie. Niet. Nee, niet. Dat absoluut niet. Dat is helemaal niet belangrijk, duurzame energie. Het is voor geen centimeter belangrijk. Want grondstoffen zijn eindeloos. Dat houdt nergens op. Er is genoeg fossiele schaliegas brandstoffen. Bijvoorbeeld. Schaliegas, dat zie je in Amerika, is een hele goede ontwikkeling. En dat schaliegas hoef je niet gelijk morgen op te pompen. Dat kan ook over 15 of 20 jaar, als er manieren zijn om dat probleemloos en veilig te doen. Dat gas loopt niet weg. Maar waarom vinden jullie schaliegas dan een goede ontwikkeling? Nou, nee, dat zeg ik dus niet. Het is gas, wij hebben energie nodig. Die maatschappij die wij gemaakt hebben, hebben we onder andere gemaakt door het gebruik te maken van energie. Waardoor het mogelijk is om allerlei dingen te organiseren. En die energie is dus heel erg belangrijk. Je moet wel realistisch blijven in het leven. En het klinkt niet allemaal heel realistisch. Het is charmeur altijd te geloven. Wat is nou realistisch en wat is niet? Nou, ik ben er vandaag nog niet helemaal achter gekomen wat wel en wat niet. Ja, letterlijk te mooi voor woorden. Ik denk dat het heel goed zo is, want als je op de PVV stemt, ja, droom verder.